duisternis, is hij terechtgekomen in een soort woestenij die met dopheide en kleine heesters is begroeid. En aankloppend bij een afgelegen boerderij, waar een flauw lichtje hem doet vermoeden dat er iets van leven in aanwezig moet zijn, wordt hem opengedaan door een kleine, kale, scheeloogige monnik, die hem gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stemmig blauw geschilderd vertrek, dat onder het schenken van een Chinees kopje thee door hem plechtig wordt genoemd de hal der kennis, die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan. En zijn tranen nauwelijks de baas kunnend, weet hij terstond dat deze oude magier zijn lang gezochte leermeester moet zijn, die op zijn weg naar het door hem begeerde middelpunt zijn toeverlaat zal zijn in moeilijke uren. En als hij naar een geriefelijke nachtrust bij het kraaien van de haan het huisje van zijn dromen de rug toekeert om met zijn zwerftocht verder te gaan, is er zoveel gebeurd dat in tegenstelling met die avond tevoren hij gevuld is met een nieuwe lading levenskracht die hem doet jubelen over de wol met kwinken lerende vogels zijnde natuur, die goudgeel beschenen wordt door een magistrale, stralende zon. Amen.